Daten via datingsites en apps is het makkelijkste dat er is. Maar na uren swipen en chatten blijkt die knappert van 24 in real life toch vies tegen te vallen. Om de perfecte partner te vinden is er nu een DNA-dating-app. Want DNA liegt nooit. Oh, I'm sorry. I wouldn't normally get that, but maybe something bad happened. Hello? Hey Charlotte, it's me. Something bad happened. Something bad happened? Goed nieuws voor als je single bent. Op een ongemakkelijke blind date gaan hoeft nu niet meer. When it comes to relationships, there's no perfect formula to tell if that certain someone is Mr. or Mrs. Right. If you're still looking for love, you may want to check your genetics. That's right. A new dating app called Faramore is using that concept to help singles find their perfect match. Een contactadvertentie in de krant is verleden tijd en ook swipen lijkt nu achterhaald. We were looking at the dating world and we were like, you know what? There is nothing out there that can actually show us metrics of compatibility. We're just mindlessly swiping left and right. So what if we came up with something as scientists that gave us those metrics, which are attraction and common interests? And that's how we came up with Faramore. Geen spierpijn meer in je duimen en de liefde van je leven vinden. Ja jongens, dat klinkt toch ideaal. They take your DNA and they help you find potential partners. Which sounds weird, because usually you don't exchange your DNA until about the third date. So it looks at the genes surrounding immune systems. In our natural mating environment, somebody smelled delicious to us if they have a different immune system. Because when you mate with somebody, like if we were to make a baby, oh, yeah. It might get my long legs, it might get your beautiful brown eyes, what? Right? It might get your shoulders, except immune systems. They would combine and create a more powerful human. Everybody who tests goes in the DNA database. When you walk into a singles bar, your app tells you who you are DNA compatible. Well, it saves you from buying a lot of expensive drinks and dinner with somebody you don't want to have sex with. Nou, zeer interessant. We beginnen bij jou. Hoe werkt dit nou? Want ik heb het nog steeds niet helemaal in de gaten. Je stuurt je wangslijm op en dan? Ja, dat is inderdaad, daaruit halen ze je DNA. Ja. Uit die genen in dat DNA kunnen ze dus zien hoe je immuunsysteem is. En het verhaal is dus, hè, wat er net verteld werd, dat als je, je bent aangetrokken tot iemand met zo anders mogelijk immuunsysteem dan je eigen. Want als je hetzelfde immuunsysteem zou hebben, dan zou je familie zijn. Of verre familie zijn. Dus dat is dus een beetje. Hoe verschillender het immuunsysteem, hoe groter de kans is op romantiek. Ja, op een interessantere match. Maar het is nog steeds, ja. Maar gaat het om, is het om de beste partner te vinden voor het beste nageslacht? Ja, dat is inderdaad het principe, hè? Want je wil zo sterk mogelijk immuunsysteem voor je nageslacht. Ja, ja, ja. Dus dat is natuurlijk interessant. En dat zou zijn waarom we andere mensen, of met een ander immuunsysteem, lekkerder zouden vinden ruiken. En dat is het idee van feromonen. Die speelt hierin een grote rol. Maar zelf denk ik, ja, ik weet het niet zozeer. Wij vallen toch niet alleen maar op, of eigenlijk helemaal niet op geur. Je valt er vooral gewoon op het karakter. Valt uiterlijk. Je valt vooral niet op geur soms. Ja. Nou, het idee is namelijk zo. Feromonen zijn inderdaad stofjes die wij uitscheiden via lichaamsstoffen. Of lichaamsvloeistoffen bedoel ik. Maar eigenlijk zie je die voornamelijk bij de dieren. Is dit echt gaande? Dus het kan echt zijn dat er, ja, van mot tot olifant, die verspreiden, zeg maar, dat stofje. En dan denkt die mot van, hé, 2 kilometer verderop zit er een vrouwtje. En dan ga ik eens naartoe. Zit een vrouwtje olifant? Die zit te wachten, want die wil met mij paren. Ja, ja. En zo werkt dat in de dierenwereld. Maar er is nog niet bewezen of dat ook echt in de mensenwereld werkt. Dus het is helemaal niet bewezen? Dus het is, nog niet bewezen. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Maar ze komen niet echt tot een sluitend bewijzen. Dus jij vindt die app eigenlijk een beetje onzin? Ja, weet je, dat hele immuunsysteemverhaal, dat zal best zo zijn effect hebben. Maar ik denk dat uiteindelijk andere dingen veel belangrijker zijn. En dat is echt niet alleen dat DNA dat het hem doet. Dus. Wat vind jij van de app? Ja, ik sluit me bij jou aan. Weet je, het voelt als een leuke gimmick dat we nu ook nog DNA kunnen gaan verzamelen. En het past helemaal in de trend van nu dat we zoveel mogelijk data willen verzamelen. Dat doet iedereen en dat doet de datingwereld nu ook. Want hoe meer data je hebt, hoe meer gegevens van iemand. En DNA is ook een stukje gegeven van iemand. Ja. Nou, dan kun je betere matches maken. Nou, daar zit misschien wel wat in. Hoe meer info, hoe beter. Maar ik zou dan toch liever inzetten op sociale informatie. Bijvoorbeeld, hoe uit iemand zich op social media. En hè, je moet al
altijd van die profielen invullen als je een datingprofiel aanmaakt. Zo'n vraaglijst. Tenminste, weet ik niet. Vraag maar. Ja, ik weet ook helemaal niet. Stel, dan vul je dat in en dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd, rook je? Nou, nu zou je kunnen zeggen nee. Maar als we dan naar al je social media foto's gaan en zien dat je daar altijd met een sigaret in je handen staat, nou, misschien lieg je dan wel. Ja. En als we dan nu kunstmatige intelligentie, om maar eens iets te noemen, eraan toe zouden voegen en al die data verzamelen, ja, dan zou ik nu aan de bel kunnen trekken en kunnen zeggen, nou Ruben, volgens mij rook je misschien toch wel. En dan wordt daten eerlijker. En ik zou ook, maar als je toch je DNA opstuurt naar een bedrijf dat je helemaal niet zo goed kent, waarvan je denkt van, nou, die zullen dat vast wel eens een keertje weer door gaan verkopen aan adverteerders en zo. Ja, het voelt allemaal heel schimmig en niet heel erg privacy gevoel. Ja, qua privacy, hoe zit dat qua privacy? Want het is levensgevaarlijk als je je DNA zomaar gaat opsturen. Ja, ik weet niet hoe de privacy geborgd wordt bij deze app. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook mijn DNA in kaart laten brengen. Dat is dan weer bij een ander bedrijf, bij 23andMe. Misschien kennen jullie het wel. Dan laat je je genoom in kaart brengen. En dan zie je bijvoorbeeld, hey, er woont nu een verre neef van je in Amerika. Of je hebt meer aanleg om bepaalde ziektes te krijgen. Nou, dat vind ik nog wel nuttige informatie. Maar was het ook met dat doel dat je dat deed? Wat? Met het doel om te daten niet, hè? Waarom deed je dat? Niet om te daten. Nee, ik had een beetje het idee dat ik heel graag de persoon Vivianne Bennemacher zoveel mogelijk in data wil vatten. Dus ik trekte mijn stappen en mijn trappen. En ik heb ook tijdens mijn zwangerschap de hoeveelheid trappen van mijn baby geteld. Bijvoorbeeld dat soort dingen. En mijn slaap. En toen dacht ik, dan moet ik nu ook mijn DNA aan toevoegen. Want dan heb je echt een compleet verhaal. Maar met dating, dat zou ik dan weer niet doen. Maar jij denkt dus eigenlijk dat dit... Het is gewoon een, wat je zegt, een gimmick. De mensen proberen gewoon een graantje mee te pikken van die hele dating-goudberg. Denk ik. Dating is een miljarden-business. Ik wilde miljoenen zeggen, maar ik denk inmiddels miljarden-business. Ja. En dat gaat alleen maar groter worden. Nou ja, en wat ik al zei, die zucht naar data, daar past dit wel bij. Dus maar, ja, why not? Ga toch gewoon lekker de kroeg in allemaal. Precies. Oogcontact. Hartstikke gezellig, toch? Ja. Ik vind het nu al leuk. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dank, dames.